50 centimeter. Ja, ik weet het echt niet. Ik heb gewoon standaard gedaan. Volgens mij is het gewoon ghost allemaal in elkaar. Ja, haal elkaar levend, jongens. Alsjeblieft. Oh, dit zijn grote afstanden. Maar misschien helpt dat voor die eerste bal. En dan wens ik jullie allemaal heel veel succes. Yes! Hey, ik zal holy shit. Bro, moet ik meteen gaan pakken. Gundevil, laat even weten of hij het doet bij jou, hè? Lekker. Rijden? Nee, lekker man, hij gaat opzij, hij knapt hem eraan. Ja. Jezus man, ja, oh, man, dan weet ik het ook niet. Wacht. What the fuck? Ik doe nog één dingetje. Ligt aan het gas. We stoppen wel, we stoppen. Let op hè, in de slipstream ben je langzamer. Of moet je eerder remmen, bedoel ik. Ja, ik bedoel, je moet eerder remmen. Oh. Jezus! Daar werd iemand ben je dit? Ben je dit echt? Ah, dat bedoel ik jongens. Wie was dit? Dit dan. Dit is echt belachelijk hoor, dus. Oh mijn god, ik kan de bit in. Ja, ik wel jongens. Ik ook. Wat gebeurde er? Vol in de achterkant geramd. Iedereen remt netjes. Ja, ik ook. Ik ben ook van achter. Ik kan in de dingen straks kijken wie het was, hè? Ja. Nee, dat is. Even rekening mee houden dat de rem een stuk langzamer is. Jesus Christ. Het schoot er al bijna af. Mensen met schade in die eerste bocht. Je moet hem al meteen naar binnen rijden. Oh, dat weet ik. De hutter ligt eraf, zie ik. Thanks, ja, Kurt en eist een restart. Waarom? Vanwaar dan? Ik heb hier jet ziek staan. Mijn auto is in smash geramd. Bocht 1. Ja, ik zei dat niet uit. Kun je niet laten remmen. Anders is het een pedo gat. Hij is een beetje boos, denk ik. Nou, dat mag. Kan wel van ons. Ik kan er nu niks meer aan doen, helaas. Je blijft altijd rijden volgens mij. Nee.
Blijft Kurt daar nou de hele race staan? Ik denk het. Ja, hij is gestopt volgens mij, dus Oh! Oeh! Oeh, Sky! Ja! Oei, oei, oei! Want remde je er bijna in? Ja, omdat je zo hard remde. Schrok je van? Ja, ik vind dat rempunt daar lastig, dus. Dat zie ik, ja. De rest van de baan gaat er, alleen dat rempunt vind ik wel lastig om in te schatten. Oké, dan weet ik het nog wel. Dus als je me eruit wil remmen, dan kan het daar. Nee, ik zag ergens voor 4. Hou dat vast. Speaking it into existence heet dat. Maar Kurt, als je niet meer gaat rijden, is het wel fijn als je gewoon uit de lobby gaat dan, want hier is de hele tijd nu een gele vlag. Mag je niet inhalen? Nee, precies. Katsen. Hallo Daan. Oh, what the fuck? Direct. What the fuck? Oh, nou, helemaal auto naar de kloten. Wow. Hey. Je werd gewoon recht voor mijn truck gezet. Ja. What the fuck is dit, joh? Wow. Okay, sorry, ja. Ah, kut. Nou, maar niet uit. Ja, ik kan scharen. Deed ik veel. De voorkant is helemaal rood. Trilt helemaal. Ja, bij mij ook niet. Kut. Curtin is eruit in ieder geval. Pas op, kijk. Sorry. Wat de? Oké. Maakt niet uit. Oh shit, man. Je verremde je daar, hè, Daan? Ja, maar die eerste, ik dacht, dit gaat het weer doen. Weer zo vroeg remmen, ja. Dus dan kan ik hem er makkelijk langs gooien. Maar dat ik dacht, ik kan hem maar later pakken, nu dacht ik. Maar nee, het kan wel. Ik zou, ik ga sowieso nu even pitstopje pakken, want ik merk al dat ik die topsnelheid belangen na niet aantik nu. Nou, volgens mij valt dat bij mij nog wel mee, maar jouw motor ligt voorin natuurlijk. Ja. Zijn motor is geraakt, maar mij niet. Nee, ik heb geen motorschade. Maar niet. Ik heb wel echt nooit godverdomme. Nou ja, dat maar... Ik wil wel rustig uitrijden.
kijken of dat ik mijn topspeed moet redden, maar ik denk het niet. Inderdaad. Nee, waarom op medium? Dat is het wel. Het is niet anders. Keizer restart. Makkelijk van de top 10 gehaald. Hoe valt de Dodge nu, Kenzie? Is het te doen? Hij sluit nog steeds veel benzine, maar... Dit circuit is meer geschikt ervoor, toch? Ja, dat wel. Maar ik heb er straks met Smash mee zitten kijken en die Beetle die loopt gewoon 20 km per uur harder dan die Ford van mij. Helemaal nergens over. Zie Sput wel, heel slim alleen maar slipstreamen. Ja, ik kan ze toch goed zijn. Ik hoorde het niet, maar ik had Curtin wel gemute daarvoor, dus... Ja, je moet zo komen je bro laten. Ik heb Curtin ook gemute, maar ik hoor het ook... Nee, dat was bij mij. Dat was bij mij. Het is vrouwlief, die heel leuk gewoon met Dusje aan het zingen is. Gelukkig had ik op telefoon. Wauw, oké. Okay. Nachtegaaltje, jongens. Ja. Ik ben wel een sterf van de man. Kreperende. Bedankt jij Daan. Fijn. Oh, waar heb jij ook schade, Danny? Ja, aan mijn achterkant. Maar pas mee. Voor zich erbij, dus. Nou, ik ga erin, man. Die tijden, mijn tijden vallen te veel. Slipstream.
Zit er nog één. Ik heb het fucking nu niet gedaan. Ik ga wat doen. Zeg je? Nou, het lijkt alsof ik er iemand dat heeft gesproken nu. Ik zou niet weten wie het is. Zou dat kutte kunnen worden? Ik heb te gemute en ik heb niks last van. Dus. Ik ook. Dus, Ik heb ook niks. Ja, ik weet het niet. Nee, het is dit. Ja, ik ga ook. Ja, dat is wat. Lekker slipstream. Ik zat te kutten met mijn benzine. En let even niet op de rempunt. Ja, volgens mij inderdaad. Ik ga hem even kijken. Ja, dat is wel. Dat is het beste. Kom dat Caps nu met één oog de serie in kijken is. Ze is nog een andere race aan het rijden ondertussen. Je zit te Netflixen. Caps dacht ik zou hem zelfs handicap doen met. Oeh, nee! Oeh, Sky, jongen, wat doe je? Wat vliegen? Korte bandjes. Zonde. Ja, zeker.
Nee. Ik ben rustig op standje 6 aan het reizen nu. Oh, oké, ja, ik ook. En ik zag je net een tiende van het paard in de dekker bij kruipen. En ik denk, Nu bespreken we gewoon tactieken. Nee, hij wil even weten wat de stand van zaken is, hè. Ja, dus... Jij zit sowieso een paar stadjes hoger of iets, mensen. Ik zie jou in dat rechtstuk steeds zo tering dichtbij komen. Uh-oh. En Robben komt bij mij erg dichtbij. Ja, je hebt oude banden, of niet? Een bandje zo langzaam randt heel. Sorry, oké. Ik ga het een beetje een gelukkig doen. Voor jou wel kunnen omschrijven, ja. Lekker 12. Klopt dat biertje nog, Smash? Nou, dat geeft op meteen de eerste ronde drama uit, dus. Weet dat het letterlijk elke race bij jou is, hè? Ja, toch een biertje bij jou, joh. Nee, misschien moet jij meerdere papiertjes maken. Dus. Papier voor jou is nog minder waard als wc-papier. Oh, Niels is de partner is hoor. Ja. Oh. Ja, hey. Ik kom nu wel erin, maar ja, ik heb wel lekker spreken. Kom je nou bij? Zo aan het. Ja, ijs is niet staat. Ja, ik ijs niet staat. Begrijpelijk. Ja, ik weet niet of jullie dat spreek op kunnen, beter laat dan nooit. Maar hij is laat, maar hij is niet nodig. Maar nu kan hij misschien nog in de bunker zitten als er 8 man uitvalt. Nee. Kan je ook rijden dan? Nee. Nee, maar wel dat ik gewoon geclassificeerd mag worden, dan word ik gewoon als 10 geclassificeerd. Dat is toch goed duidelijk. Ik
goed hier. I'll do my best, I'm a beginner. Is dit al? Wat gebeurt er daar nou dan? Dan? Nou, ik weet niet. Ik remde hetzelfde moment als normaal, alleen het duurde veel langer tot die vertraging ging. Ik heb een zo, die hopper is goed aan het gassen. Ja, die deel wel. Dat gaat wel lekker. Had ik niet verwacht met mijn auto eigenlijk. Wat loopt die via nog dan? Ja, 50. 265, 270, 250. Dat is hartstikke een vast. Wat jij straks in die Lexus, die loopt dus echt 245. Oh nee joh! Heb je teleporteerd, Koos? Ja! What the fuck? Ah, wat is dit nou weer joh? Ik denk dat je mijn Risa wijst. Wat is er? Blijf even een minuutje stilstaan. Ik word letterlijk achter zomaar gezet. Ja, wat is er gebeurd? Voor de chicane. Wat gebeurt er? Ja, dat probleem had ik dus zo. Je mag de chicane niet afsnijden. Op geen enkele manier. Oh nee, dat kan. Jezus, ik ging ervan uit dat je dan een fucking penalty kreeg. Nee, nee. Nee, dan word jij teruggezet. Jezus. Ik ging rechtdoor, Koos, of niet? Ja, ik miste hem. Maar ik ging niet rechtdoor. Ja, dan reed je rechtdoor. Nee. Ja, ik pakte die hobbel daarna, zeg maar, dan, weet je wel. Ja, dat klopt, dat mag niet. Jezus. Normaal gesproken krijg je een penalty, what the fuck? Ja, bij bepaalde punten ja, niet, dat waar je veel tijd niet kan, zo, kan maar. Nee, dat gebeurde normaal Formule 1 ook, kom op. Ja, een penalty wel, maar dit niet. Nee, nee, teleport. Het zou zijn, ja, terugzetten. Ja, je zegt dat teleporteren, dat gebeurt er altijd. Ja, wat een lul, man. Jezus Christus. Die regel gaan ze pas in 2022 invoeren. Jezus, ik heb echt zoiets van, nou fuck it, ik mis hem. Ik pak de penalty wel, weet je wel? Welkom in GT Sports. Nou, ik denk dat ik Koos zijn stem al weet voor GT Sport of niet. Jezus Christus. Wat een bullshit is dit, zeg. Tering. Hey, het is dus meestal stil. Het was dus wel je enige lichtpuntje. Sorry. Doe je? Wel vandaag. Ja. Ja. Ah, wat een gelul, man. Tering. En die telt erop dat die heb je lekker ook niet meer. Ben je collega's vrienden? Ja, zeg maar, die snelste ronde, die illusie maakte ik me al niet hoor. Nee, daarom. Nou, die wedstrijd is echt niet normaal hoor. Ervaring jongens. Nou, we gaan gewoon drie divisies beginnen straks. De S-divisie, die is voor caps. En dan A-divisie, die is gewoon voor de snellere onder ons. En de B-divisie, die is voor Smash Bros. Caps rijdt in zijn eentje gewoon. Ja, ik heb elke keer gereden, elke keer tegen ons. Degene die dan de A-race gewonnen heeft, die gaat dan mag dan één keer tegen Caps rijden. Caps rijdt al in zijn eentje. Ja, true. Wij zijn alleen maar een beetje slipstream buddies, man. Uiteindelijk. Dit is wel kut, man. Ik voel me nu genaaid. Snap ik. Ik zit de hele tijd op fuel-saving motor rijden. Ik zit de hele tijd op fuel-saving motor rijden. Zie ik, nou, zomaar kom ik in de buurt. Ga ik nu de gaskraan opendraaien. Ja, bam, achter hem gezet. Nou, dat is dus dan net dat verschil in snelheid, zodat je die bocht niet haalde dan. In je engine mode. Ik had het wel kunnen halen, maar ik zat er al zo naast. Qua oplijnen. Ik zie iets wat van, nou oké, okay, pak hem wel even die penalty. Dan fix ik dat wel. Ja, die penalty stel hier ook geen reet voor. Nou ja, als je 3 seconden krijgt.
echt iets verkeerd in. Ja, dat denk ik ook. Nou, dit kan best wel beslissend zijn in de kampioenschap voor mij. Misschien moeten we dan penalties in op heavy zetten de volgende keer, dat je ze maar op één punt kan inleveren. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan mag je ze maar op één punt inleveren. Okay. Ja, dat is het. Als je dat niet doet, dan ga je langzamer rijden. Oké, ja, dat klinkt wel beter. Je kan hem zo doen, dat kan alleen maar op dat punt. Dus dan doe ik het ook automatisch. Dan maken die penalties... Ja, dan rem je gewoon af. ...zijn dan heftiger, in plaats van nu gewoon in je remzone. Ja, maar daarom, dat is beter. Ja. Nu kan je hem eigenlijk best wel smiegelen. Ja. Behalve teleportzones, maar inderdaad. Robben, jouw tank moet toch bijna leeg zijn, of niet? 20% goed, joh. Ik wou net zeggen, want je hebt net even 16 seconden goed gereden. Ja, ik ga nog één rondje en dan ga ik hem al doen. Dat had je nooit gedaan, dus... Dan ben je pitting geweest. Yep. Oh. Ik moest het denken. Oké, schat. Ik vind het denken, schat, daar. Zeg nu niet de pit voorbij rijden met een lege tank. Hoeveel lig je nu, coach? 5 en 4? Ja, dan maak je nog wel een plek voor. Het zal heel lastig zijn. Gaten zijn groot hier. Ik moet echt rekening, ik moet wel echt minimaal tweede worden. Oh. Vanuitgaande dat Caps alles met gezellig. Dus wil blijven winnen. Gezellig. Vlaggenwimpel. Twee vingers in mijn neus. Jee. Maar jij is ook niet, hè? Ik vind het zo weird, jongen, dat ghosting. Ja, echt. Denk je altijd, doe ik wat fout, of hoor je wel kutuk kutuk. Ja, dat was ook niet echt een klein. Dus je ziet ook geen flikker als er iemand anders in je rijdt. Nee. Of dan zie je juist wel de flikker als je in je rijdt. Oh. Oh, dat is goed. Als dat je ding is. Nee. Ja, dan moet ik wel. Tweede panel, of de tweede pits en nog niet, joh. Deze toch, Zo lang, hè? Ik heb het helemaal niet gezien, man. Wijzen. Maar ik moet hier ook nog in, hè. Is je internet viel weg? Moet je verstappen? Van wie? Ja, klopt. Oh jezus, wat lelijk. Van betalen! Gewoon zeker betalen, verstappen!
Het abonnementje die betaalt. Ruzie met Ziggo. Ja. Rob betalen. Even wat Max Verstappen heten. Met welke engine mode zit jij? Spraak me maar. Dat is 6 en 4. Maar. Min 1. Echt? Jezus. Hij klapt hem bij mij en is dat PlayStation homescreen. So fucking weird. Oké. Wat heb ik? Dat is niet wel. Nu wil ik. Kom je er wel meteen terug in? Of, Ja, ja, wel meteen weer, man. Wat ik zeg, het stuur je hoor, die D-pad die flipt niet alleen. Er worden ook op random momenten worden de screenshots gemaakt ofzo. Oké, okay. Nice. Hij zou dat ook wel willen. Automatisch screenshot. Nee, Wesput, I'm a slipstream now.
zou je wel moeten denken. Ik mis hem net ook bijna, Koos. Die moet toch maar even extra insturen dan in plaats van die shit. Je kan beter stilstaan en gewoon insturen alsnog. Ja. Dan per ongeluk dat ding pakken. Van die shit. Maar race, jongens. Zes! Kom op, man! Beetje scherp zijn, joh. Tering. Wow, where's the check on Gozo? Redelijk 41 seconden. Oh, oké. Okay.
Fuck it out. Huh? Huh? Het is inderdaad niet makkelijk om zo'n ghost onder een rekening mee te halen. Zit je er weer in? Nee, ik zat in een ghost, alleen daardoor word ik niet echt lekker een ramp aan het vallen. Vroeger, ja, maar ik wil liever dat als een ongeluk. Zeker wel. En ik moest even die slipstream inschatten. Dus ik vloog uit de bocht en toen over het circuit tegen Kenzie heen. Die zat recht achter. Oh, mijn motor ook. Fijn. Ja, ik kan een goede race. Had vijfde kunnen worden. Helaas. Wel, mijn motor ook. Fuck me. Ik hou wel nog van je Sky Rocket. Ook van jou wel, Kenzie. Komt goed, schat. Komt goed. Jezus, ik moest toch naar binnen, maar goed. Nou, ik eigenlijk niet. Ja, sorry. Ik kon hem uitrijden op die stint, dus... Ja? Ja. Dat had ik hier van elkaar gekregen. Maar... ben je als goed zo even klaar met tanken? Ik ben klaar nu, ik ben weg. Nee, ik ben zetten. Maar ik zit nu, als Robin kan uitrijden op die stint... Jezus. Nee, ik ga nu naar binnen. Dan hebben we misschien een kans aan.
Terwijl de crash zelf was niet zo heftig, dat is waar. Nee, maar ik schoot door. En dus ik ging ook zelf niet terug de baan op, maar ik schoot gewoon door de grindbak heen. Dus ik kon daar ook niks aan doen, omdat ik heb verwacht om terug de baan op te komen. Dat is een kut. Ja, maar je kon er niks aan doen. Nee, ik draaide ook, hè. Maar volgens mij, door de tik wat ik jou gaf, was niet zo heel heftig. Ja, voor mij wel. Nou, kijk, ik bedoel... Ja, het maakt niet uit, het is wat het is. Toch? Ja. Het is niet alsof ik de kampioenschap ga winnen, dus. Nou, stop het dan maar mee. Ik had nu zoiets van, eindelijk kan ik laten zien wat ik kan. Ja, misschien vijfde, dat zou een mooie zijn. Kan nog, wellicht dat nog mensen moeten pitten. Robba heeft net gepit, hoor. Ja. Nou, dan gaat het gat door. En dan maak ik een fout. Yo, laat me zitten. Zesde. Ik zie dat Alvis net naar binnen is gegaan. Oké, ik moet stoppen met praten. Elke keer als ik praat, gaat het mis. Ja, ik heb dat dus ook. Hebben jullie ook zo'n korte eerste versnelling? Valt mee. Vaak wel, hè? Maar heb jij net een fout gemaakt of wat? Yep. Helaas wel. Dan zou ik bij Kossie even een foutje kunnen. Dat is een eindelijk zeldzaam fout op de start. Zomaar gaan tanken. Jezus. Alweer smash of niet? Nee. Kan je omdat ik weer in 1-3 seconden inhaal. Ghost bij jou toch zomaar? Ja. Oké, dat is goed, want ik krijg blauwe blue flag. Dus als ik opzij gegaan. Wil jij kan Rudolf nou pakken of niet? Krijg van mij slipstream, denk ik. Ah, die Mercedes is niet snel genoeg. Nee, je krijgt van mij kan nu wel slipstream. Ik kan er niet bij komen. Oh, dat is zo vervelend, hè, dat ik jou de hele tijd in mijn spiegel in mij zie. Moet je die opletten? Ja, ik heb echt het gevoel van shit, ik moet aan de kant gaan, want anders... Ja, ik weet het niet, hoor. 1,46 streven. Een orange.
Ja, ik zie het ook, want hier trek ik echt weer weg. Ja. Je kan wel later inrennen weer. Ja. Af is goed wel zenuwachtig geworden, hè? Zo, smash. Ja, een beetje afsnijden. Nee, pakken. Naar de hoekje. En zo kun je het ook noemen, jouw RD. Toch? Shit. Jouw bandjes. Volgens mij wel, of niet? Ja, gaat niet dus. Ah! Mooi, joh. Links, rechts, links, rechts, links. Doe dat nog eens, die truc met die zigzag. Oké, komt ie. Ja. Smash. Ik weet niet wat je daar probeert, maar... Twee rondes, 2,5. Smash, godverdomme! Ja, Jezus, dat is een mijn race. Ja, ik kon niet meer remmen, je sprong ervoor en opeens... Nee, ik zat er vroeg. Ja, 2 seconden, kijk de replay maar na. Niet eens, denk ik. Nee. Binnenbochtje maar. Ja. Je
boelust. Binnen bocht, zei ik, hè? Ja, nee, is goed. Ik ga helemaal bij het houden. Ja, nee, ik mis het net volledig. Ja, in ieder geval dit ding. Ah ja, mijn auto stuurt ook niet meer zoals hij moet. Ja, met mij maar goed. Het hoort erbij. Ja, gooi dat maar op, ja. Ja. Beter dan mijn auto. Ben je er af, is het? Je hebt in de punt. Ja, dit een keer op weg. Ah, jee. Je verdedigt je racelijn wel, Smash, maar gewoon twee keer. Nou, kijk. Eerst rechts. Ik zeg dat ik niet meer best en het rechts links. Nee, ja. Ze noemen hem ook wel de Virgil van Dijk van de GT Sport. Ik denk dat ze hem de Mr. Bean van de GT Sport noemen. Ik denk het ook, ja. That's just me. Hey, Kenzie, rem eens af. Echt niet. Ja, ik kan je niet bijbenen dan. Auto is gewoon te langzaam. Ik mag van geluk spreken als ik achter word nu. Deze grap pak. Hey, je hebt gezien hoe je moet verdedigen. Of hoe je niet moet verdedigen. Ja. Nee, ja, niet inderdaad. Sorry, ik durf het niet aan. Ik heb nog 0,4 liter benzine. Sterker nog, ik denk dat als August een beetje doorrijdt, dat hij te beginnen echt wel tijd te verliezen nu. Ik durf het niet aan. Ik ga toch de pit in. Ik heb toch niks meer te winnen. Ga je de pit in? Ja, ik heb het net verkeerd. Ik heb net, echt net verkeerd uitgerekend. Ah, dat is klopt. Ik wil net te veel tijd achter doos. Maar Monza is niet mijn circuit. Monza is wel mijn circuit en dat is waarom ik zo baal van deze race. Ja, snap ik. Ja, ik begin nu echt heel veel tijd te verliezen op jou, Daan. Ja, ik heb nu standje 1, weet je. Zat je net in, toen je voorbij kwam, welk standje zat je net dan? Ja, toen zat ik net in standje 1. Ja, maar ik denk dat Smash dat ook zat, dus ik kan die Vito wel bijhouden qua snelheid, maar mijn achterkant is gewoon helemaal aan het lopen. Ja, maar kijk je er echt op hoeveel shit je daarmee verliest, man. Snelheid. Ja, ik had 0.4 over inderdaad, en bij 0.5 had ik het gered. Ik deed 0.5 per rondje, dus zo had ik het uitgerekend. Okay. Ik had net 0.4. Over de, ik had het niet daardoor gewoon niet kunnen redden. Oh, dat is misschien. Ja, ik was daarom was je zo stil, Parel. Ik vond het zweten, niet normaal. Holy shit. Maar 0.0 over de finish. Oh. Is dit nou... Oh nee, dit is op een paar plekken na gewoon de startgrid. Nee, hij stond 0.4, daarom ging de pits in. Ik stond 5 helaas, maar dit is wat het is. Oh. Ik moet zeggen, ik heb niet geoefend en het ging echt als een droom. Yes! Ik kan bezig al vis. Smash! 0.4 en toen kon ik, daardoor ging ik het niet redden. Als we 0.5 stond, had ik het gered. Daar in de eerste bocht bij de start rechtdoor ga, iedereen remde. Ik weet niet wie dat was. Ja, dan moet je eens even kijken alvast. Het was plekje 8 tot en met 14 of 15 en ging in één keer. Ja, ik zat daar niet bij gelukkig dit keer. Ja, een keer aan de buitenkant. Nee, ik zag precies achter me gebeuren dan. Ik ga terugkijken. Meestal ben ik de lul om dat soort dingen, maar ik ben er net wel benieuwd wie dat ik het was, hoor. Nee. Ja, ik had één keertje te veel de benzine opgegooid. Ik nog naast mij zat, maar ik zat naar mijn rit te kijken en ik had gigantisch gat tegengekomen. De eerste zweep ging heel netjes. Moet ik zeggen, de eerste 6-7 ging heel netjes. Ja. Nou, heel lekker. Lekker dat hij is. Ja, het ging achterin ook netjes.
eruit te spreken. Ik heb het even een race, maar ik gewoon niet. Nee, je hebt me eruit geknikkerd, man. Ik had 5 uur kunnen zijn. Ho. Je tikte mij aan, hè. Ik crashte wel, maar... Jij knalt hem